staan hier bij Timo Langenaken. Timo, 5 wedstrijden gereden. Een nieuweling in feite, hè? Bij de U15. Ja, nu is nog U15 vanaf crossseizoen ben ik eerste jaar nieuweling. Nu voorlopig nog laatste jaar aspirant. En hoe gaat dat met jou in feite? Heb je er zin in? Waarom fietsen? Oh ja, goed, ik blijf gemotiveerd en ik vind fietsen een heel mooie, maar ook zeer zware sport. Het is in feite ook een groepsport in feite soms. Je zit in het KB-team, een goed team denk ik. En waarom het KB-team juist? Ja, het is een heel plezant team en ook de jongens ervan zijn zeer leuk. En ja, omdat papa via de rally ook een beetje Jo kent, de man achter KB zelf. En de trainingen zelf, je gaat alleen trainen of train je in groep? Meestal train ik wel alleen, maar zo tijdens de coronaperiode gingen we af en toe wel zo op zaterdag of op zondag of soms beide in het weekend zo met de ploeg trainen. En waar schort het nog een beetje aan? Wat is er nog te verbeteren aan jouw prestatie? Spurten, klimmen, wat zou je graag willen doen? Toch nog de interval en dan toch nog een beetje klimmen, ja. Het zijn bergen genoeg in de buurt van waar je woont, hè? Ja, de Ransberg is hier in de buurt en ja, de Muur van Hoei is wel al een beetje verder, maar we blijven oefenen. En er is betering in de prestaties elke keer dat je rijdt waarschijnlijk? Ja, als ik alleen ga rijden en dan af en toe is het bij papa mee, voel ik het wel elke week dat het beter en beter gaat en meestal zien we ook verbetering in de koers. Welk programma wil je rijden? Welke wedstrijden zou je graag willen rijden? Gewoon nu nog, dit weekend in Hoepertingen. En daarna zullen we wel zien wat er nog komt. Misschien het crossseizoen meepakken, dat weet ik nog niet. Zou je willen cyclocrossen, veldrijden doen in feite? Ja, dat zegt mij wel iets, maar we zullen nog wel zien. Heb je daar al voor getraind? Nog niet. Word je goed begeleid? Ja, af en toe wel. Dus toen in de coronaperiode gingen we vaak team trainen. En nu ga ik vaak bij papa alleen mee trainen. En papa begeleidt me daar wel goed in en probeert mij het beste en het nieuwste aan te leren. Als je zo'n wedstrijd zoals in het weekend rijdt in Gladbeek en je ziet andere mensen rijden, wat is er een verschil erin? God, ik denk dat die anderen toch wel een beetje een tikkeltje meer ervaring hebben als mij. En die hebben het meer explosieve in hun lichaam. En ja, hun conditie zal ook nog wel beter zijn. Dat ze toch wel een paar jaar meer ervaring waarschijnlijk hebben. 5 wedstrijden, dat zijn weinige kilometers. De toekomst ziet er toch wel rooskleurig uit, denk ik, als de prestaties altijd beter, hè? Ja, we doen ons best en hopelijk verbetert het wel in de toekomst, ja. Naar wie kijk je op in feite? Goh, ik ben een beetje fan van iedereen. Geen speciale voorkeur voor renners of dat je zegt van dat zou ik willen worden? Of, Goh, ik vind Wout van Aert wel iets, maar het is niet dat ik voor Wout van Aert ben dat ik Van der Poel daarom niet mag. En Pogacar vind ik ook even speciaal, maar dan denk ik toch Van Aert omdat hij ook een Belg is. Blijf je op 2 wielen rijden of ga je later naar 4 wielen toe? Ik denk voorlopig toch op 2 wielen. Oké, veel succes en we houden jou in de gaten, hè, want voorname namen, Langenakens. Ja. Je moet de naam verdedigen, hè? Dank u wel.